Welkom, we gaan kijken naar opgave 37 van bladzijde 141 uit je 4 Atheneumboek. De eerste vraag ging over het opzoeken van de grenswaarde TG 8 uur, tijdgewogen gemiddelde van 8 uur, van tri, tetra en koolstofdioxide. Nou, kun je gewoon terugvinden in je BINA's. De grenswaarde van per was gegeven vraagstuk en dit kun je allemaal opzoeken in die tabel 97a. 54,7 milligram per kubieke meter TGG 8 uur betekent dus dat je 8 uur nog in een ruimte mag verkeren waarin de concentratie tri in de lucht 54,7 milligram per kubieke meter bedraagt. Vraag B. Waarom wordt tetra verbannen? Nou, tetra heeft een zeer lage grenswaarde, 3,2. Dus een heel klein beetje en dan schiet je al over de aanvaarde grens heen. Dus het is gewoon heel erg giftig, dus weg met dat spul. In een ruimte wordt 35 kubieke centimeter per gemorst en die ruimte is 63 kubieke meter. En we moeten uitrekenen of hier de grenswaarde wordt overschreden. Daar staat er een ongelukkige fout in het boek. De dichtheid van per wordt gegeven in de opgave van 1,622 gram per kubieke centimeter. En dat is niet de dichtheid van gasvormig per, maar dat is de dichtheid van de vloeistof per die wordt gemorst. En die vloeistof die gemorst wordt, deze 35 kubieke centimeter vloeistof per dat gemorst wordt, dat verdampt in die ruimte van 63 kubieke meter. Probeert hier te tekenen. Hier zie je het plasje per dat is gevallen. Dat gaat verdampen, dan gaat het zich hier gasvormig verdelen. En dit gedeelte, dit per, 35 kubieke centimeter per, met de dichtheid van 1,622 gram per kubieke centimeter, dat gaat zich dus na verloop van tijd verdelen over die hele ruimte van 63 kubieke meter. En nu is de vraag, wordt de grenswaarde van per nu overschreden? En die grenswaarde is hier gegeven. De massa van de hoeveelheid per die hier wordt gemorst, die kun je uitrekenen met behulp van de dichtheid. Massa is rho keer v. De dichtheid, die was gegeven, 1,622 gram per kubieke centimeter. Dus het is gram per kubieke centimeter. Ga ik dat vermenigvuldigen met het volume in kubieke centimeter, dan vind ik de massa van 56,11 gram dat verdampt. Dat is deze massa, uitgedrukt in milligram inmiddels. Want ik moet het gaan vergelijken met deze waarde. Dat is het aantal milligram. Verspreidt zich over die 63 kubieke meter. En dan bedraagt de concentratie van die hoeveelheid, deze hoeveelheid in de totale ruimte, het aantal milligram gedeeld door die 63 kubieke meter, is 901,11 milligram per kubieke meter. Nou, kijk eens, dit is de grenswaarde. En dat betekent dus dat die wordt overschreden. Ik zou er maar een raampje openzetten. In een stomerij hangt een concentratie per in de lucht van 70 massa ppm. En de vraag is, wordt nu de grenswaarde van per overschreden in die ruimte? En de grenswaarde van per vind je hier, als al eerder gegeven. Wat betekent dat nou, die 70 massa ppm per? Nou, 70 massa ppm, 70 gram op de miljoen gram, part per million massa. Dus je kunt zeggen 70 gram per op de miljoen gram lucht. Nou, we moeten het gaan vergelijken met milligrammen en kubieke meters. Dus ik maak meteen van mijn grammen per milligram, 70 keer 10 tot de derde milligram per. En nu zit ik met die hoeveelheid lucht, die wil ik gaan hier uitdrukken in kubieke meters. En ik weet, dit is 10 tot de 60 gram lucht. En dan maak ik even 10 tot de derde kilogram van, want ik ga naar de dichtheid van lucht. Want we moeten deze massa van lucht omrekenen naar het volume. Dichtheid van lucht is gegeven, tenminste staat in BINA's, 1,293 kilogram per kubieke meter. Nou, ik heb niet 1,293 kilogram lucht, ik heb 10 tot de derde kilogram lucht. En ik wil weten hoeveel kubieke meter dat is. Nou, mag je verhoudingstabel maken. Zoveel kilogram per kubieke meter. Ik heb hier 10 tot de derde kilogram. Dat komt overeen met een volume van 773,395 kubieke meter.
Dat is dus het volume van deze hoeveelheid lucht. Dit is gewoon 10 tot de 60 gram lucht. Dat is 10 tot de derde kilogram lucht. Dat is die 773,395 kubieke meter lucht. Aha. Nu weet ik hoeveel milligram per ik heb in een ruimte van zoveel kubieke meter. En kijk, dat kan ik vergelijken met deze grenswaarde die ik heb uitgedrukt in milligram per kubieke meter. Als ik dat doe, 70.000 milligram per zoveel kubieke meter, kom ik uit op 91 milligram per kubieke meter. En dan is mijn conclusie dat de grenswaarde dik wordt overschreden, want die ligt bij 0,25 milligram per kubieke meter. Oké, dit was hem. Bedankt.